Dag Marilies. Hallo. Goedenavond. Een beetje stressen hè, vandaag? Stressen, ja. We zijn al een hele dag heel druk in de weer. Met een fantastisch team. Om dat hier allemaal klaar te krijgen voor deze avond. Wat gebeurt er vanavond trouwens? Het is een benefietconcert dat we organiseren. Ten voordele van mijn broer, die cameraman is. Die mijn videoclip gemaakt heeft van Nu of Nooit. Maar die spijtige... het voorval heeft gehad dat zijn auto is gestolen tijdens de opnames van die videoclip van Nu of Nooit. En mijn broer heeft dat fantastisch gedaan. Dat is echt een hele mooie videoclip geworden. Maar ja, ik wou iets terug doen voor hem, omdat hij anders al dat geld kwijt was. Want zijn auto wordt wel terugbetaald door de verzekering, maar al het materiaal dat in de auto lag, was niet verzekerd. En dat is dus heel veel geld dat we daardoor kwijt zijn. Dus daarmee doen we nu een benefiet met een ludieke veiling en met hele fijne, lekkere hapjes. Allemaal mensen die zich eigenlijk inzetten om het tot een goed einde te brengen vandaag. Dus Dat verlies van het materiaal was niet alleen dat. Hè? Dat was een beetje de wet van Murphy. Gebeurde nog een en ander. Wat precies? Ja, er is van alles gebeurd tijdens het productieproces van de videoclip. Er zijn een aantal mensen die hun auto beschadigd is, waaronder ik. Ik ben tegen een geparkeerde wagen gereden. Mijn setfotograaf, die haar twee voorbanden zijn plat geraakt omdat ze tegen een betonblok is gereden. Mijn art director zijn een portefeuille is gestolen tijdens de productie. En dan nog iemand die de trein nam en die dan met die een trein tegen een auto botste. Dus het was echt van alles. Is er ooit iets in je leven geweest wat dat teweeg gebracht heeft of zo? Ja, wie weet. Rust tegen jou? Rust er misschien wel een vloek op mij? Ik weet het niet. Het is wel een mooie clip geworden. Het is een hele mooie clip geworden, ja. Trouwens, ook een mooi nummer, hè? Ja, Nu of Nooit. Er zit heel veel symbolische waarden in. Het is nu of nooit. Voor mij is het een jaar van op de rand staan van iets nieuws. En verder kijken dan uw neus lang is. Gewoon heel, met een hele open en brede kijken naar de wereld. Dat zit er eigenlijk in. Je maakt alles praktisch zelf? Ja, dit liedje is geschreven door Jan de Kampenaren. Dus ik probeer wel mij te omringen met mensen die mij goed aanvoelen. Die weten hoe ik in elkaar zit. En ik ben een heel emotioneel... Hoe zit je in elkaar? Ik zeg het. Ik ben een heel emotioneel iemand. Dus ik denk dat ze bij mij de chip time management er niet hebben vergeten in te steken. En daarvoor in de plaats twee chipjes melancholie en emotionaliteit. Het is allemaal emotioneel bij mij. Komt hier rond een full cd, rond dit thema? Er komt een cd, zeker en vast, maar dat zal nog niet voor nu direct zijn. Ik ga eerst stapje voor stapje een single uitbrengen, daarna weer een single. En dan zien we wel wat die twee singles doen en wanneer dat ik het full album zal uitbrengen. Wat wil je zeker nog bereiken? Ik zeg het, ik heb iets met tijd. Voor mij is tijd een heel abstract begrip. En daarom, mijn vorige cd heette De Tijd is Nu. En nu, deze single is Nu of Nooit. Dus Miljoenen Dingen was ook zo'n beetje een nummer van keuzes maken in het leven. Er komt zoveel op je af en je moet ergens kiezen. En je moet ergens een richting geven aan je leven. En daar ben ik toch altijd mee bezig, op een of andere manier. Om mijn tijd toch... op een of andere manier goed in te vullen en zoveel mogelijk uit het leven te halen. Dat is kort genoeg trouwens. Ja, het is zeker kort genoeg. Wat is het mooiste tot hiertoe wat u ooit in uw jonge leven al meegemaakt hebt? Wat het mooiste was? Ja. Er zijn zoveel mooie dingen. Op mijn 18 jaar ben ik met Up With People mogen rondreizen. Dus dat is voor mij iets dat mij zeker en vast altijd zal bijblijven. Omdat dat maakt gewoon een blijvende indruk op een jong meisje. Je kunt rondreizen, de hele wereld rond. Je zit in gastgezinnen. Je mag dansen, zingen. Het is een soort van show, tournee dat je doet met heel veel mensen van heel de wereld. Ja, 22 verschillende rassen. En nu ben je honkvast? Nu ben ik honkvast? Oh, nee, dat is niet waar. Ik ben iemand die heel veel rondreist. Ik heb wel nu een eigen huis, maar dat staat nu weer te koop. Dus weet je, ik denk dat ik een beetje een zigeuner in ben. Is er dan iemand naast jou die dat allemaal van jou kan verdragen? Die dat deelt met jou? Ja, er zijn zoveel mensen. Ja. Mijn moeke die daar achter de bar staat. Dus,
Mijn ouders zijn fantastische mensen die mij in alles steunen wat ik doe. Mijn broer... En de liefde in jouw leven? Is dat daar? Dit is een woelig parcours. Dus op dit moment... Met veel hindernissen? Ja, heel veel hindernissen al gehad. Maar gaat u overwinnen? Ja, absoluut. Ik zeg het toch, het is nu of nooit. En ik ga aan iets nieuws beginnen. Het gaat iets heel moois zijn. Ik wens je veel geluk aan Marielis. Bedankt. Dankjewel.